Deze nieuwsuitzending is in het kader van Weltschmerz. Wereldsmart breekt mijn hart. Zo mooi vertaald, hè? Wereldsmart voor Weltschmerz. Officieel is het wereldpijn of zo. Maar Weltschmerz, dat klinkt zo mooi. Op z'n Duits. Volgens mij mag dat ook op z'n Nederlands. Ja? Überhaupt mag je überhaupt in Nederlands zeggen. Dat is officieel Nederlands. Het is helemaal niet officieel, maar toch officieel. Nou, wat is Weltschmerz? Nou, dat is wereldsmart, breekt mijn hart. En het zijn uitzendingen, die zijn in principe herhalingen van alles wat ik al eerder heb gezegd. Maar toen dronk ik nog. En dan kan jij denken van, ja, iedereen drinkt wel eens wat. Ja, ik heb het over 6 halve liters zwaar bier van 10% alcohol. Dus niet zomaar zwaar bier, nee. Zwaarder bier. Namelijk het zwaarste bier wat je hier in Arnhem kan kopen in de supermarkt. En dan 6 halve liters per dag. Maar redde ik niet altijd helemaal. Soms werd ik de volgende ochtend wakker en dan stond er nog een aangebroken blik. Dan denk ik, even ontbijten. Klok, 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 klok. Nou, daar zit er weer in. Dan om 11:30 naar de supermarkt. En dan haalde ik niet zelf 6,5 liters hoor. Want dan maak je dat cashier personeel alleen maar zenuwachtig mee. Dus dan haalde ik er 3. Dat is nog steeds belachelijk veel natuurlijk. Maar. En dan s'avonds om 6:00 dan had ik ze alle 3 op. En dan ging ik naar een andere supermarkt en haalde ik er weer 3. ja. En dan leuke uitzendingen maken. Er zitten denk ik wel fatsoenlijke tussen. Ik ga ze niet allemaal weggooien. Maar deze Weltschmerz-uitzendingen. Want ik ben namelijk sinds ongeveer 1 of 4 weken helemaal gekapt met al die onzin. Een soort afscheid genomen van mijn o zo leuke jeugd. Ja, ik ben nog 59 man. Ja. Dus alcohol doe ik niet meer. Wiet doe ik niet meer. Tabak doe ik niet meer. En koffie, daar was ik al mee gestopt. En ja, de suiker die ging op. Dus denk ik ook weer 2, 3 weken geleden ging de 2 weken geleden ging de suiker op. Toen vond ik dat ook mooi genoeg geweest. Ja, suiker, wat heb je voor nodig? Ik mocht wat aankomen, want ik was ook zwaar afgevallen van dat drinkenbroederschap. Ik woog me 57 kilo. En ik ben 1,79 qua lichaamslengte. Ik ben dus zeer zeker niet obese. Nee man, hartstikke mager. Dat is niet oké. Inmiddels is dat... ik weeg nu 63 of zo. 62, 63 kilo. Dat is mooi. Dat woog ik altijd al. Ben ik eerder gestopt met roken? Dat was in 2000. Wanneer was dat rookverbod op het werk dat dat ingevoerd werd? 2004? 2005? En toen ben ik heel erg gaan snoepen. Dan ging ik 's morgens naar mijn werk. En eerst naar de Albert Heijn en dan haalde ik voor €5 aan Snickers, Marsen, en Kano's en zeg het maar. Elke dag wat anders. Wel een beetje gevarieerd blijven snoppen. Nou, dat heb ik geweten. Toen stond ik op een dag op de weegschaal en dan woog ik 65 kilo. En toen dacht ik, woeps. 65,5. Ja. Toen kreeg ik een buikje. Kleintje natuurlijk. Maar opvallend genoeg dat de moeder van mijn kind, maar die zei altijd van die rare dingen. Nou zeg, je wordt dik. Ja. Ik weeg 65 kilo en ik heb een lengte van 1,79. Nou, dat is verre van dik natuurlijk. Maar de mensen spoort nog niet. Het onderwerp van vandaag is relatietherapie. Daar heb ik het over gehad hoor, al eerder. Maar nu dan met een lekkere, rustige insteek. Jullie
Ja, jullie aandachtspannen is niet zo heel lang. En waarschijnlijk heb je al opgehangen toen ik zo'n lange intro begon. En het had over stoppen met roken en zo. Maar binnen de 10 minuten zal ik het even samenvatten. Zit er nou op 5 minuten, 5 seconden. Relatietherapie, in de regel, helpt dat niet. Kan je net zo goed niet doen. Er is iets aan de hand in de Nederlandse samenleving. Of in de westerse samenleving. In de samenleving die predikt dat vrouwen jarenlang, eeuwenlang, millennia lang onderdrukt zijn en nu moeten opstaan voor hun rechten. Met zo'n vrouw die in dat dogma is opgegroeid en daar enigszins in gelooft, met zo'n vrouw moet je, wat mij betreft, helemaal niet omgaan. En als je dan nog last hebt van je hormoontjes als man, dan zou ik zeggen alleen voor de seks. Dus wippen, ontbijten en pleiten. Het wordt een drama. En ja, ik ben er niet voor hoor, voor wippen, ontbijten en pleiten. Dus ik zou zeggen, ja, stop je lul, hou je lul lekker in je onderbroek. Neem een koude douche. Als je je hitsig voelt. I'm feeling hot, hot, hot. Nou, gelijk onder de koude douche. Het is beter voor je karma. Als je het niet christelijk wil zien, het is beter voor je karma. Die feministische vrouwen, waar je dus nooit mee zou moeten trouwen, waar je echt niet van zou willen houden. Ja, die moet je ook niet je penis indouwen. Oh, wat ben ik weer lekker aan het rijmen vandaag, zeg. Dat is toch een vorm van misbruik die je dan maakt van zo'n vrouw. Dat je dus zegt van, ja, ik mag je helemaal niet, want je bent een feministische trien. En je zou nooit de moeder van mijn kind kunnen zijn en ik zou nooit met je willen samenwonen. Maar ik wil je wel even gebruiken om mijn kwakje in te lozen. Dat is laag bij de grond. Dat vind ik dan ook weer zielig voor zo'n vrouw. Ook al is het dan een feministische dombo. Maar dat betekent niet dat je die mag misbruiken. Voor je seksuele genoegens. Dat is even mijn woord. Dat je denkt, oh Perrie, je bent wel heel erg puriteins. Ja, precies. Weet je waar het woord puriteins vandaan komt? Heeft te maken met het woord puur. En ik kan weten wat puur is, want ik heb heel veel onpure dingen meegemaakt. Voor een deel ook van mijn eigen gedrag hoor. Ik ga niet de vinger alsmaar naar een ander laten wijzen. Ik leg hem ook bij mezelf neer. Mijn wijzende vingertje. Wat ik tegen mezelf heb gezegd, nou zelf. Ja, zei mezelf tegen mezelf. Wat is er zelf? Nou, zei ik tegen mezelf. Dat heb jij toen niet puur gedaan. Dat was erg onpuur wat je toen deed. Oh, zei mezelf tegen mezelf. Nou zelf, als jij dat zegt. Ja, dan neem ik dat maar voor waar aan, zei mezelf tegen mezelf. Ja, dat is mijn oordeel over mijn gedrag. Dan ga er maar vanuit dat iemand die 59 is en een oordeel heeft over zijn eigen gedrag. Wat hij erover heeft nagedacht. Shit, waar ben ik aan het rijmen zeg. Ja, alles wat rijmt is waar. Ja. Zeggen ze. Hey, relatietherapie. Ik heb het gedaan. Ik was zo verstandig geweest om een vrouw zwanger te maken. Dat had ik helemaal niet moeten doen. Ik wist ook niet dat. Ja, ik ben erin geluisterd. Daar kwam het op neer. Maar dan nog. Ik had geen seks moeten hebben met die vrouw. Maar ze drong zo aan. Ja, of aan. Ja, een vrouw hoeft niet echt aan te dringen, maar. Ik heb eigenlijk wel van. Ja, nee. En ik helemaal niet, hè. Ik was helemaal niet op zoek naar een seksuele relatie of avonturen op dat terrein, überhaupt.
Maar ja, dan word je verleid. En toen had zij dan een heel verhaal dat ze allemaal eco was en ze was niet aan de pil. En nou, dan hadden ze een condoom in het begin en toen begon ze erover van nou, maar toen wilde ze een vaste monogame relatie. En nou, daar had ik helemaal geen zin in. Want ik was al zo vaak besodemieterd door die vrouwen. En zei zo, ja, maar dan scheer je mij over één lijn met al die andere vrouwen. En dat vind ik oneerlijk. Dan kreeg ik medelijden met haar, of all people. Nou, toen tegen haar gezegd, oké, een vaste monogame relatie, let's go for it. Laten we het maar proberen. Maar toen begon ze erover van, nou, dan hoeven we ook geen condoom meer. Ik zei, ja, ik hoef geen kinderen. Maar zei ze, maar dat maakt niet uit, want ik weet precies wanneer ik mijn ijsprong heb. En als ik zeg dat het veilig is, dan kan je hem er gewoon in stoppen zonder condoom. Dat duurde 2-3 maanden, toen was ze zwanger. En toen zei ik tegen haar, hoe kan het nou? Nou, zei ze, dat is heel simpel. Ik ben heel onregelmatig ongesteld, dus ja, ik weet bij God niet wanneer mijn ijsprong is. Ik zei, ja. Maar 3 maanden geleden zei je wat anders. Waarop zij zei, oh, wil je mij een leugenaar noemen of zo? En toen was ik de bok. 11 jaar lang heb ik voor het kind gezorgd. In eerste instantie toen het kind nog in de buik zat. Heb die moeder helemaal vertroeteld. Net als kinderke Jezus was ze onbevlekt ontvangen. Ik maak nu even een beetje frivole uitspraak. mijn kind heeft een mooie zwangerschap gehad. Het heeft die moeder aan niks ontbroken. Het kind is ook hartstikke gezond, moet ik zeggen. Ja, ze heeft geestelijke klachten. Maar dat komt vanwege het gedrag van die moeder. Je ging dat kind verwaarlozen en mishandelen. Dat is moeilijk hoor. Dus achteraf had ik mezelf wel voor het hoofd kunnen schieten. Zo strafbaar was ik. Dat je dat een nieuw mens aandoet. Om verwaarloosd te worden en mishandeld. En geen hond die dat inzag, by the way. De relatietherapeut ook niet. Die mensen hebben dat niet in de gaten. Dus ben je in één keer in zo'n situatie beland met zo'n feministische, doorgedraaide Keno van Hasselaar. Ja, reken niet op begrip voor jou en of het kind, zeker de kinderen. Want iedereen vindt het geweldig, hè? Ik was nog aan het drinken in die tijd. Ik was bij het terras van Café de Wacht en dan kom ik iemand tegen en lekker in het zonnetje. En die zegt dan tegen mij, hey, ik heb je kind zien lopen met de moeder. Ik zeg, oh. Ja, zei die. Het was een heel mooi weer geweest en ze zag er zo leuk uit. Ze waren allebei zo'n beetje hetzelfde gekleed. Het leken wel 2 vriendinnen. Toen dacht ik, gadverdamme. Snap je dat, waarom ik dat denk? Want die vrouw, dat is niet de vriendin van mijn dochter. Want ze is 30 jaar ouder. Zij had de moeder moeten zijn. En dat heeft ze niet gedaan. En dan wel het kind overladen met allerlei aandacht. Die er alleen maar op gericht is dat die moeder de aandacht van het kind krijgt. Zullen wij dan vanmiddag, dan doen we allebei dezelfde dingen aan. En dan gaan we lekker de stad in. En
En dan denkt mijn dochter dan van, oh, ik krijg aandacht van mama. Terwijl het enige wat mijn dochter doet is aandacht geven aan die moeder. Dus ik vertelde die anekdote aan mijn tante Til. Ik was nog niet uitgesproken of mijn tante Til zei, gadverdamme. Ja, die wist precies waar ik het over had. En met die moeder ben ik dus bij de relatietherapeut geweest. En die doorzag dat helemaal niet. Zachte heelmeesters en stinkende wonden. Of in dit geval zachtmoedige relatietherapeuten en huilende kinderen die uiteindelijk in depressies belanden en bij een psychotherapeut zitten te janken. Zonder dat ze weten wat er aan de hand is. En die psychotherapeuten waar mijn dochter dan bij langs geweest is, die heb ik nooit gesproken, ook nog een keer. Dat ging allemaal achter mijn rug om. Was ik daar maar een keertje bij geweest, dan had ik tegen zo'n psychotherapeut gezegd dat er niet behandeld moet worden op gedragstherapie of andere behavioristische methodes, maar dat hier een traumaverwerkingstherapie nodig is. Om al die misdaden van die moeder op tafel te krijgen. En mijn dochter te leren hoe daarmee om te gaan. Namelijk dat ze het contact met die moeder moet verminderen tot niks. Stapje voor stapje. Dusdanig dat die moeder dat niet in de gaten heeft. Want zieke mensen maken je ziek. Ik heb er een keer eerder een uitzending over gemaakt, over dit gebeuren. Toen was ik trouwens ook, had ik geen alcohol op en geen wiet. Maar toen werd ik zo emotioneel, dus zat ik echt te huilen. De tranen stonden in mijn ogen. Als ik erover nadenk, hè, wat dat kind is aangedaan. En hoe de relatietherapeuten, er waren meerdere professionals bij, allemaal de andere kant uitkijken. En alleen maar zalvende woorden zeggen tegen die vrouw. Van nou. En dan tegen mij heel, zo heel streng. Hè? En dan moet je er wel om denken dat je voortaan dan dat en dat doet. Want ja, je ziet dat ze er erg last van heeft. Walgelijk. Je hebt er geen donder aan. Aan relatietherapie. In zo'n geval. Ik zou niet weten in wat voor geval dan wel. Hoor. Kijk, als je een vrouw hebt die zich gedraagt, die goed naar je luistert, die ook in de gaten hebt dat jij, als jij dingen doet, dat ze dat registreert. En dat ze daar blij mee is. Oh, wat fijn dat je dat gedaan hebt. Dat je dankbaarheid bemerkt bij zo'n vrouw. Kijk, voor die moeder van mijn kind had ik ook een vaste relatie. Die heeft 10 jaar geduurd. En die hield niet van eten koken. Dus überhaupt huishoudelijk werk, dat stond haar niet aan. Zo, hè? En zij had dan een baantje als secretaresse. En ze verdiende dan een bedragje in de maand. Viel je ook niet stijl van achterover. Ik bracht meer dan 2 keer zoveel binnen. En ik werkte keihard. Ik ben programmeur geweest. En al die andere dingen die erbij horen. Nou, dat ging richting de 45, 50 uur per week. Aan uren draaien. Plus nog een keer 40.000 kilometer per jaar in je auto zitten. Toet, toet, daar kom ik aan. Dus. Ja, dat was werken, werken, werken. Ook in het weekend werken. Een vrijdagavond naar de kroeg. Zaterdagochtend dan een beetje uitpitten. Aan een boodschappen doen. Zaterdagavond weer een beetje werken. Dan wat tv kijken. En dan zondag weer werken. En maandag natuurlijk weer. Maandag wordt het mijn vrijdag.
Maar zij hield niet van eten koken, nee. En de boodschappen, ja, die deed ik. Want ik zorgde namelijk voor het avondeten. Ja. Elke dag. En haar taak was dan om de keuken schoon te houden. Nou, dan had ik gekookt, dan hadden we visite, dan had ik wat lekkers gemaakt. Nou, met zo'n kookavontuur ben je dan toch inclusief recepten uitzoeken en boodschappen doen. En ja, dan in de keuken rammel met de pannen en de potten. Daar ben je anderhalf uur mee bezig, minimaal. En dan moest zij dan na afloop de keuken schoonmaken. En dan kanker op mij, want als de keuken dan naar haar oordeel te vies was. Want als jij nou eens wat voorzichtiger doet met koken, dat het niet zo vies wordt in de keuken. En wat was er dan vies? Ja, ze moest het gasfornuis schoonmaken. Ja, zei ze, ik heb allemaal paprika poeder tussen de branders. Kan je er niet voor zorgen dat ik dat niet hoef op te ruimen? Dus ik denk van ja, er zitten ook allemaal vetspetters. Dus je moet hem toch schoonmaken. En dan zei je boven zo'n hete pan, zei de paprikapoeder erin te strooien. Ja, door die hete lucht die eruit komt. En dan wappert die paprikapoeder een beetje over de rand van de pan. Is dat mijn probleem? Maak gewoon die keuken schoon. Dat was een vaatwasmachine, had ze tot de beschikking. Dus hoeveel werk is het nou? Het aanrecht moet schoon. Even de keukenkastjes afnemen als je toch bezig bent. En je moet het gasfornuis even afnemen. Als je dat iedere dag doet, is dat helemaal niet veel werk. En even die andere dingetjes die je ook nog even ziet. Dat is onze vuilnisemmer toestand. Ja, neem even die klep af. Nee, ze deed geen flikker, man. Ja, kanker op mij. En na 10 jaar is ze me ingeruild voor een of andere vent uit het bankwezen. Ja, doei. Maar met haar had ik geen kinderen, gelukkig. Je zal het maar hebben. Dat was met die tweede, dat is wel het geval. Mijn eerste vriendin, die ging vreemd. Nou, die derde dus ook. En die tweede, dat was een heel bazig typeje. En dan hadden we gegeten, we woonden toen op een studentenflat. En zij had een eigen kamer en ik ook. En dan had ik afgesproken met wat vrienden dat ze bij me langs zouden komen. Slapte oude hoeren en ja, wat bier drinken. Plaatjes draaien. En zij zag er reinig, man. Ik dacht dat we vanavond leuk met z'n tweeën zouden zijn. Ja, maar ik heb die jongens al een hele tijd niet meer gezien. Oh, nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Die kon zichzelf niet bezighouden of zo. En toen was ik klaar met mijn studie en wilde ik dus... Ik wilde gaan programmeren en dan puur commercieel. En een bak commentaar dat ik van de kreeg. Ja, je bent een kapitalist. Piet. Nou, ga toch weg. Ja, die heb ik een punt achter gezet. Van mooi geweest. Nou, dan kwam die derde. Maar goed, er is allemaal geen relatietherapie bij geweest. Had ook niet geholpen. Want die ene die vreemd ging, die eerste. Ja, dat is duidelijk. Als je vriendin vreemd gaat, gelijk aflappen. Niet meer, gewoon kap. Ze gaat neuken buiten de deur. Hoppakee, weg. Als je dat accepteert als man, dan ben je weer gaatje in je hoofd. En als je dan denkt van ja, zij is vreemd geweest, dan kan ik ook vreemd gaan. Nou, dan hoef je naar deze hele uitzending niet te luisteren. Ja, want dat is wel bedoeld voor mannen en vrouwen hè, met moraal in de borst. Mensen die zichzelf recht in de ogen kunnen kijken als ze voor de spiegel staan. En niet van die schuinsmarcheerders.
Heb je zo'n vrouw getroffen en onder die feministen, ja, ga er maar vanuit, daar zitten ze hoor. Laaienlichters. En bij het eerste beste evenement was ze flikker, onmiddellijk een punt erachter zetten. En doe je dat te opzichtig, te overduidelijk, of geef je ook duidelijk aan van waarom, dan gaan ze een jankpartij beginnen en op je gevoel spelen. En dan loop je nog het risico dat je dan met je hand over je hart gaat strijken. En dat moet je niet doen. Dus het beste kan je geen reden geven en gewoon niet meer terugbellen en ja, langzaam uit beeld verdwijnen. Nou, je hebt al een hele tijd niet meer gebeld. Dan kun je zeggen, oh, is dat echt zo? Ja, ik was een beetje druk. Oh, waarmee dan? Ah, zeg maar. Mijn werk en dingen. Oh, zal ik vanavond langskomen? We hebben elkaar al zo lang niet meer gezien. Dan kun je zeggen, nou, vanavond komt me niet zo goed uit. Oh, waarom niet dan? Nou, ik moet vanavond nog het een en ander doen. Oh. En dan zeg je zoiets als, ik bel je nog wel. Als het wat rustiger is. En als er iemand dan na een hele tijd weer belt, dan zegt, ja, jij zou toch bellen? Je zegt, ja, als het rustiger was. Ik ben nog steeds heel druk. Oh. Maar als het rustiger is, dan bel ik je nog wel een keer. Ja, ik moet nu de deur uit. Dan hang je op en je gaat helemaal de deur niet uit. Dan is dat vanzelf voorbij. En woon je met zo iemand samen, dan ben je eigenlijk al een stap te ver gegaan. Dan wordt het moeilijker. En heb je met zo iemand kinderen, dat had ik met die vierde, ja, dan hang je helemaal in de hoofdprijs. En dan kan je gaan denken van, nou weet je wat, ik begin een relatietherapie. En dan wordt het wel beter of zo. Hè? Nou, dat is dus niet waar. Relatietherapie, dat helpt helemaal niet. Niet in zo'n geval. Ik zou niet weten in welke gevallen wel hoor. Als jij een eerlijke man bent. En je behandelt je vrouw met respect. Je gaat regelmatig onder de douche. Je doet je werk. Je gaat niet vreemd. En je hebt toch allemaal problemen thuis. Met gescheld en gekanker. Ja, ik denk niet dat een relatietherapie erbij helpt. Want daar zijn ze niet op ingesteld. De moeder van mijn kind, die verdomde het om schoon te maken en op te ruimen. En ze veroorzaakte wel heel veel rommel. Van alles sleurde ze van buiten mee naar binnen. Dingen van het grof vuil. Hè? Iemand zette een oud tafeltje langs de weg, want dat kon mee met de stadsreinigingsdienst. En huppakee, dan stond er weer zo'n oud tafeltje in onze woning. Ja, zei ze, die ga ik opknappen. En dat deed ze dan nooit. En dan vroeg ik dan een tijdje later van, goh, wanneer ga je dat tafeltje opknappen? Dan zei ze, opknappen? Hoezo, het is toch leuk zoals het is? Ja, toen zei je dat het... Oh nee hoor, dat heb ik helemaal nooit gezegd. Zo'n vrouw, daar moet je niks mee willen. Het is my bad geweest dat ik dat wel gedaan heb. En een relatietherapeut. Jongen. En wat zij niet wilde schoonmaken, toen heb ik een werkster geregeld. En zij vond dan van, nou, dat is jouw project, dus dan moet jij de werkster maar begeleiden. Nou, dat deed ik dan. Met heel veel plezier. Dat was een hele leuke vrouw. Dus mijn kind was toen 3. En haar, zij had een zoon. En die was dan 13 of zo. Ja, we konden heerlijk kletsen met z'n tweeën.
Ze was al, ze werkte van 9 tot 12. Nou, om 10 van 9 was ze al binnen, hoor. Zo. Zei ze, ja, ik vastte. Ze kwam uit Turkije. Ik kon niet zo goed Nederlands. Maar goed genoeg, hoor. Ik zei, ja, ik moet nog even douchen. Nou, zei ze, jij lekker douchen. Ik maak thee en koffie. Nou, ik snel douchen met mijn kind. En dan hop naar boven. En dan iets voor 9 zaten we samen aan de thee en de koffie. En dan kon ik met haar doornemen wat ze dan die ochtend zou gaan doen. En dan was het soms, was ze dan bezig geweest. En dan om 10:30 of zo. Dan gingen we weer even pauze houden. Hè. Zij weer thee en ik weer koffie. Ja, leuk gezellig kletsen, man. En dan was het 12:00 geweest. Dan zei ze, nou, ik doe nog even de afwas en dan ga ik naar huis. Dan zei ik tegen Noor aan, zei, nou, nee, dat hoeft niet, joh. Ja, die afwas, dat doe ik zelf wel even. Er stonden een paar bordjes en wat kopjes en zo. Ja, dat hoef je niet te doen. Ah, jawel, zei ze, ik ben een nat hoog. Dan deed ze toch nog even de afwas. En dan ging ze pas om 10:50 weg. En ik betaalde haar een vast bedrag. Gebaseerd op 3:00. Maar ja, dat huis ging helemaal alle kanten op. In de zin van goed, hè? Dan lekker glimmen, lekker schoon. En dan de moeder van mijn kind kankeren, joh. Oh, 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 oh. Nou, dus na de relatietherapeut ermee, hè? We hadden toen eens relatietherapie voor de tweede ronde. De eerste relatietherapie was toen mijn kind dus ook zo 2, 3 was. Dan wilde die vrouw op vakantie. En het huis was één grote ravage. En vieze. Want ze deed helemaal niks. En ik had een keizware baan. Een hoop verantwoordelijkheid. Meer, jongen. Er kwam ook een hoop geld binnen. Dat was wel leuk. Ze hadden echt geen financiële problemen. Verre van dat. Maar ik moest wel keihard werken. En zo'n vrouw die dan echt geen poot uitstak in huis. Nou, dan zaten we, oh ja, zij wilde op vakantie. Ik zei, nou, als de zomervakantie komt, dan zou ze dus vrij hebben en ik dan ook. Ik zei, het eerste wat we gaan doen, dat is de woning aan kant maken. Gewoon opruimen en schoonmaken. Nee, zei ze, ik wil eerst op vakantie en dan de woning opruimen en schoonmaken. Ik zeg, nou, ik wil eerst schoonmaken en opruimen, dan gaan we op vakantie. En dan komen we terug van vakantie en dan is de tent dus helemaal nat geregend. Allemaal vuile kleren. De koelbox zit vol met allemaal oude troep en zo. En allemaal best. Maar dan komen we binnen in een schoon huis. En niet in die zoepzooi die we verlaten hebben toen we vertrokken. Nou, toen werd ze kwaad en dat was de eerste relatietherapeut. Die kwam er ook niet uit. Die bleef wat zalvende woordjes tegen haar zeggen. Van, nou, je moet een beetje vriendelijk doen en je moet wel met elkaar een beetje overleggen en... Maar helemaal niet die issue aanroeren dat zij wel eens een keer de handen uit de mouwen mocht steken om de woning schoon te maken. Dat doen die moderne relatietherapeuten helemaal niet aan. Die zijn allemaal van ja, maar de vrouw die moet zichzelf kunnen ontplooien. En huishoudelijk werk, ja, dat is blokkerend voor de moderne vrouw. En jij als man, ja, je gaat maar leven in een varkensstal. Of als je dat er niet bevalt, nou, je weet waar de emmers staan. En het schoonmaakmiddel waar dat in de supermarkt staat. Dan ga jij dat toch lekker doen? Hè? Jij vrouwenonderdrukker? Ja, dit zijn geen geintjes wie ik nu vertel. Dit is mij werkelijk overkomen. Bij professionele instanties. Nou zaten we bij die tweede en ik haalde dat punt naar boven. Dat we dus elke vrijdag, want eens in de 2 weken op vrijdag kwam Noor aan, van 9 tot 12 s'morgens. En dan ging ik daarna naar mijn werk. En dan kon ik 4 uur werken dan, op de vrijdagmiddag. En dan kwam ik thuis. En dan was zij hartstikke kwaad. Want dan had ze iets gevonden wat niet goed was schoongemaakt of weet ik veel wat. Altijd kankeren op de werkster, haar werk. En ik werd daar scheid en scheidziek van. Want zij zelfs deed ze nog steeds helemaal niks. En dan wel kankeren op de enige vrouw die dat schoonmaakte. En oh ja, mijn moeder die vond het ook een klote schoonmaker.
Want dat was een Turk. En die moet je niet hebben. Als je een schoonmaker wil, dan moet het een Marokkaanse zijn. Want die weet er tenminste van aanpakken. En die Turken, nou, dat wappert maar wat. Kon mijn moeder ook wel wurgen. Nou, dat pikte dus de moeder van mijn kind op. En die ging lekker met mijn moeder meedoen. Elke vrijdag als Noeran geweest was, had ik eens een scheldpartij om mijn oren. Ja, heb je de hele week gewerkt? Het weekend moet je ook nog werken. En vrijdagavond gaan we even uitgescholden worden. Want dat was natuurlijk mijn schuld allemaal, want ik had die werkster geregeld. Dat wil zeggen, zij had het briefje opgehangen, maar ik begeleidde de werkster. En dan de therapeut tegen mij. Ja, oh nee, die ging tegen haar van, ja, maar wat is dan het probleem? Meisje, meisje, en de therapeut, wat erg voor je. Dat jij eens in de twee weken zo'n emotie hebt. Oh, wat vervelend voor je. En dan zei hij, ja, dat is heel erg. En dan ben ik helemaal geëmotioneerd. Eens in de twee weken op vrijdag. En, nou, wat fijn dat je begrip hebt voor mij. En zo zitten ze dan, hè? Nou, als ik het nog voor de geest haal, dan denk ik van... En dan zei die therapeut tegen mij... Oh nee, dan vroeg hij zo'n avond... Ja, maar kan je dan een beetje uitleggen waar die emoties vandaan komen? Ja, zei ze. Het is gewoon zo, Perry, die zit daar met de werkster te smoesen... en die gaan dan zomaar wat schoonmaken... en ik heb er helemaal niks over te vertellen. Oh, zei die therapeut... Maar zeg dat dan. En de therapeut tegen mij van, nou hoor je het nou? Wat jij je vrouw hebt aangedaan. Dat je zomaar op eigen houtje gaat beslissen dat het tijd is dat de gang wordt gedweild. En dat dan weer het kleed wordt uitgeklopt. En dan worden weer de ramen gelapt. En jouw vrouw helemaal geen zeggenschap bieden. Jij vrouwen onderdrukker. Dus ik moest voortaan, op donderdagavond moest ik naar die moeder toestappen en met een briefje en dan beleefd aan haar vragen. U koningin des huishoudens, wat wilt u graag morgen schoongemaakt hebben? Kijk, die therapeut had ook kunnen zeggen tegen de moeder van mijn kind. Van, nou, als jij wensen hebt dat je graag wilt dat dit of dat schoongemaakt wordt, zeg dat even tegen Perry. Op de werk heeft ze er ook e-mail. Kan ze er een e-mailtje sturen? Dan weer de vrijdag om denken dat er schoongemaakt wordt. Want de hoogste tijd. Nee, dat moet ik aan die vrouw gaan vragen. Je moet echt de nederigheid als man moet je tonen. Dat is de moderne relatietherapie. Dat die vrouw totale heerschappij krijgt. Die relatietherapeut had ook kunnen zeggen. Van, nou, weet je wat? We draaien het om. Perry gaat... of de werkster komt om 1:00 middags... En in plaats van 9 tot 12 komt de werkster van 1 tot en met 2, 3, van 1 tot 4. En dan mag die moeder de werkster gaan begeleiden. En dan kan die moeder gaan vertellen wat de werkster allemaal moet doen. Kijk, dat was nog een betere oplossing geweest. Want waarom moet ik de werkster begeleiden? Ik had toch een baan van 40, 50 uur in de week? En bracht 2 keer zoveel geld binnen dan die vrouw? Zij mag toch wel wat doen voor de huishouding of zo? Nee, dat hoef je een therapeut niet te verwachten. Nou, dat gekanker op de werkster, dat hield echt niet op. Ook niet toen ik dus donderdagavond netjes naar haar toe ging van wat wil je morgen schoongemaakt hebben. Want de eerste keer dat ze dat dan mocht zeggen, daar had ze inderdaad een paar dingetjes. Ik zei, nou dat is goed, wordt dat gedaan. En dan 2 weken erop, dan zei ze van ja, nou ja, dat. Ik zeg ja, en wat nog meer? Nou, zei ze, dat is eigenlijk het enige. Ja, oké. Okay. Dat was een of ander klein klusje van 10 minuten. Ja, nou, dat is prima. En dan 2 weken later, wat heb je voor wensen? Dan zei ze, nou, deze keer heb ik eigenlijk niks te wensen. Oké, dan ga ik wel zelf aan de slag met de werkster. En dat gekanker, dat bleef gewoon. Nou, toen heb ik het contract met de werkster opgezegd. Want ik was dat gekanker van die vrouw totaal beu. Ja, toen werd de woning dus weer vies, 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 vies. Ja, ik heb weer aangekaart bij de relatietherapeut. Van, nou, de woning wordt hartstikke smerig. Oh, zei de therapeut. Nou, dan bij deze. Dan spreken we af dat jullie dan met z'n tweeën op een zaterdag dan gaan schoonmaken van 10 tot 12. En dan mag jij dan zeggen wanneer, Perry. En op welke zaterdag. En als jullie dan klaar zijn, of dan is zij klaar, maar dan moet jij nog een uurtje door. Dat is de moderne relatietherapeut.
Dus van mij werd verlangd, terwijl ik al elke dag de afwas deed. 6 dagen in de week maakte ik het ontbijt. 4 dagen in de week zette ik het warm eten op tafel. Ik haalde altijd de auto en bracht die ook weer weg naar de parkeervrije zone. Dus een geintje kostte mij 1 uur in de week, als je 1 keer per week rekent. Maar het was wel 1,5 keer per week dat we eruit moesten. Want zij was zo druk. Dus 1,5 uur in de week was ik alleen maar bezig met het halen en brengen van de auto. En daarbovenop nog 1 uur extra schoonmaken. Want die vrouw, ja, vanwege de eeuwenlange onderdrukking is het nu de beurt aan de vrouw. Om een beetje tijd te hebben voor zichzelf. Pas er voor op, jongen. Een relatietherapeute die halen het bloed onder je nagels vandaan. En geven je partner alleen maar gelijk. Als jij zo in de scheid zit en je hebt zo'n vrouw die dan zegt, nou, dan wil ik relatietherapie. En je twijfelt of die therapeut die jij dan, of die zij dan uitgekozen heeft, of dat toevallig gaat om diezelfde kerel. Stuur me even een reactie op deze zending. Dan krijg je privé even door hoe die man heet, voornaam, achternaam en de locatie waar die zit. Weet ook nog de straatnaam waar die zijn pand heeft, maar hij is misschien verhuisd, hè? Maar voornaam, achternaam. Waarschijnlijk zit hij daar nog wel in de buurt. Ja, die moet je niet hebben. Die geeft je vrouw alleen maar gelijk. Houdt haar de hand boven het hoofd. En dat wanstaltige, walgelijke gedrag, die kinderverwaarlozing en kindermishandeling, die gaat gewoon door. Daar doet zo'n vent niks aan. Het is niet weggegooid geld. Nee, het is weggegooid geld. En slecht weggegooid geld. Dus het kost je een hoop ergernis. Het probleem wordt er alleen maar erger van. Dus dat geld kan je beter maar niet besteden. Het beter kan je in zo'n geval, als je dus zit in dezelfde situatie als ik destijds. Dus je bent nu 1 keer getrouwd. Je hebt samen een kind. Het devies is move met die handel. Jij dus. De deur uitgaan. En dan kan je zeggen, ja, dan zie ik mijn kind nooit meer. Dat is dan maar zo. En als je kind zo'n reactie van jou aangrijpt om nooit meer contact met jou op te nemen, dan is dat maar zo. Je kan zo'n situatie niet ten goede keren. Tenzij je zo'n ongelooflijk dikke huid hebt zoals ik. Want ik heb mogelijk nog een kans dat ik nog iets van contact met mijn dochter behoud. Maar hoor. Dat moet zich nog maar bewijzen. Ja, die vrouwen, die feministisch geïndoctrineerde tuthola's. Zijn geestelijk of psychische vampieren. In de zin van mevrouw Dracula. Die zetten hun tanden in je nek en ze zuigen je uit. Geestelijk, energetisch, energetic vampires, psychic vampires. Ze zijn gemeen, jongen. Wauw. Ze hebben geen enkele moraal. En plaatsen hun eigen belang boven dat van een ander. Ook boven dat van hun kind. En ze overstelpen dat kind met negatieve aandacht. En dat kind accepteert die negatieve aandacht als een vorm van aandacht. Die kinderen krijgen Stockholm-syndroom. Look it even up op het internet wat het Stockholm-syndroom inhoudt. Daar doe je geen biet aan. Dus pas er voorop voor die vrouwen. En relatietherapie, laat me zitten, joh. Die vrouw die zat de godganse tijd ongelofelijke drama's op te voeren. Ook nog weinig veel wat. Ze had zo'n klote leven. Komt allemaal door hem. En het is allemaal zijn schuld. En dan die therapeut maar tegen mij. Van, wil je wel eens een beetje beter zorgen voor je vrouw, jongen? Want moet je eens kijken wat voor een hoopje ellende hier zit te huilen.
Dat was ik dus op een dag, was ik het beu. Had ik weer zo'n sessie achter mijn kiezer gehad, waarbij ik de schuld kreeg van alles. Ik denk, nou weet je wat, deze meneer die gaat het even anders aanpakken. Dus ik op mijn laptop even een documentje gemaakt. Een platte tekstfile. En dan elke dag, elke keer als er wat gebeurde, dan onthield ik dat. En dan typte ik dat in dat documentje. En zo verzamelde ik in 4 à 6 à 8 weken tijd een hele partij met evenementjes. Het was bijna dagelijks was het raken. En echt de ongelooflijkste kutstrijken. Nou, ik had dus een keurig dossiertje. En een mooi geordend zo. Van dingen die uitsluitend haar en mij betroffen. Dingen die haar en, noem het maar, de familie en de buurt en alles betroffen. En dingen die speelden in het gezin met het kind erbij. Had ik 3 kantjes. Nou, zij wist van niks. Ja, ik ga het natuurlijk niet vertellen. Als ik dat verteld had, dan gaat ze zich vervolgens 6 weken lang gedragen als een engeltje. Ja. Maar ze wist dat helemaal niet, dat ik dat dagboekje bijhield. Want zoiets was het. Een heel kort, een simpel dagboekje. Maar toen kwamen we bij de therapeuten. En ik had dat documentje bij me, geprint en wel, met een nietje er doorheen. En ik legde het zo uit, want ik heb even een kort logboekje bijgehouden van wat er allemaal gebeurd is. Mag ik dat voorlezen? En als eerste vraagt de therapeut dan aan haar, van mag hij dat? Nou, dat mocht van haar. Nou, toen het van haar mocht, mocht het van hem ook. Dus dan mocht ik het voorlezen. Nou, kwam ik bij puntje 1. Dan zag ik haar zo een beetje dat ze, dat moet niet veel erger worden. Nou, toen kwam puntje 2. Ja, toen was het behoorlijk te stomen. En toen kwam puntje 3. Waarbij ik dan duidelijk maakte dat zij tegen mijn dochter had gezegd van nou, het ging over iets wat ik had afgedwongen. En waarvan we afgesproken hadden dat we ons daar verder aan zouden houden. Dat te maken met een raampje open als mijn kind zou gaan slapen. En dat mijn kind of ons kind zich daar, dat haar verantwoordelijk was, waar het was om dat raampje open te houden. Want die vrouw, die vertikte het om te ventileren. Dus de lucht in het souterrain, die was uitermate bedompt. En dat is niet gezond om in te slapen. Er ook allemaal schimmelsporen erin. En er stonk overal de schimmel. En wat ik ook maar probeerde om die luchtkwaliteit daar te verbeteren, dat werkte allemaal niet. Ze lag overal dwars. En toen heb ik uiteindelijk dan bedongen van, nou, als we dan gaan slapen, dan slapen we allemaal, dus zowel zij en ik, die moeder en ik, in onze slaapkamer een raampje open. En onze dochter ook een raampje open. Klaar. Nou, en mijn dochter breng ik dan op een avond naar bed. En die denkt ze gewoon lekker, nou pap, lig lekker. Nou, tjoe, ja, wel te rusten. Ik zeg, hé, je vergeet wat. Nee, wat zei ze. Ik zeg, ja, dat raampje open. Nee, zei ze. Mama zei, we doen dat een paar keer. En dan houdt het gezeur van papa wel op. Nou, dat was de druppel die de emmer deed overlopen. En toen wilden ze me aanvliegen. Dus lichamelijk, hè? Lichamelijk aanvliegen. Die therapeut die schrok zich helemaal het leplazerus. Dus die springt ook omhoog uit zijn stoel. En die pakt haar bij haar schouders. En die drukt haar, duwt haar terug in haar eigen stoel. Van, we zijn hier om te praten en niet om te kickboksen. En hij, terwijl hij haar schouders nog bezig heeft, draait hij zich half om naar mij. En hij zegt tegen mij, van hou maar op met die dingen. En begin maar over wat anders. Dat is wel 3 keer gebeurd. Hè, dat ik van mijn kant met iets kwam. En dat de therapeut zei, van ja, hier word ik bang van. Deze reactie van de moeder van het kind. Hier word ik helemaal bang van. En nu vind ik het eng. En laat me hebben over wat anders. Leuk, hè? €90 per uur kost zo'n vent. Ik zou hem aan moeten klagen. Wat had ik toen moeten doen?
onbehoorlijk gedrag. Die mannen moeten op zijn praktijk zeggen, als slogan, relatietherapie voor huwelijken die enigszins goed lopen. Niet voor problematische gevallen. Niet voor vrouwen die zich misdragen en mannen die daar knettergek van worden. Pas op. Ik verslik me in mijn thee. Pas op voor dat soort vrouwen. En heb je er niet voor opgepast en ben je toch beland in zo'n situatie? Relatietherapie, dat helpt niet. Dan kan je je voegelijk vergeten. Of je moet als man dan. Dan moet je waarschijnlijk in je eentje naar zo'n therapeut toe gaan, buiten die vrouw om. En deze uitzending hem laten horen. En vragen aan die man of vrouw wat hij daarvan denkt. Als een man zegt van ja, of vrouw, hè, zo'n therapeut zegt. Ja, maar wat Perry zegt, dat is zwaar overdreven hoor. Want het is heel vaak dat je dat bij mannen hebt, dat ze dan het gedrag van een vrouw. Echt onder de microscoop leggen en hun eigen gedrag, daar hebben ze het nooit over. En dat woord van Perry moet je. Ik ben dus inderdaad zo dat het is de vrouw die altijd onderdrukt wordt en daar hou ik mee aan. Nou weet je gelijk, die therapeut hoef je niet te doen. En als je een therapeut hebt die zegt van ja, dat gedrag van zo'n vrouw, dat ken ik. En in de regel komt dat door een jeugdtrauma. Dus daar gaan we onderzoek naar doen. En blijkt dat inderdaad zo te zijn dat zij een jeugdtrauma heeft. Dan gaan we daar eerst wat aan doen. En als het trauma dan in behandeling is, dan pakken wij de therapie voor de relatie weer op. Maar dan gaat eerst zo'n persoon in therapie. En die jeugdtrauma's, die kunnen natuurlijk ook bij de mannelijke partner liggen. Ja, het is niet per se alleen maar vrouwen die zo'n jeugdtrauma hebben. Ja, kan ook bij de man liggen. Maar therapeuten die dus in dit geval helemaal geen aandacht hebben voor het gedrag wat afkomstig is van een jeugdtrauma, by the way. Dat weet ik inmiddels zeker. Daar heb ik bevestiging van gekregen door weer andere therapeuten. Ja, dan verdoe jij daar je tijd. Je ergert je alleen maar en je krijgt overal de schuld van. En zo'n persoon in kwestie die blijft met een wanstaltige gedrag lekker doorgaan en wordt hooguit bevestigd door de therapeut. Het past er voor op hoor. Deze therapeut was echt heel slecht. Ik had een keer, we moesten naar Amstelveen, waar mijn familie, of een deel van mijn familie woont. Of Uithoren, dat is er vlakbij. Was de jongste broer van mijn moeder. Die had het, was gaan samenwonen. En een leuke woning. En dat was helemaal opgeknapt. Met een leuke badkamer. En je kent het wel. De jongste broer van mijn moeder is heel handig. Met zijn handen. Zo. En hij heeft een zwager. En die is ook hartstikke handig. Zo'n klusjesman. Zo. Ja, de hele boel was klaar. En ze hadden dan een receptie. Van 5 tot 8. Op een zaterdag. De moeder van mijn kind gelijk kakelen. Ja, maar van 5 tot 8. Nou, en dan zijn we pas om 9 uur thuis. En dat is veel te laat, want het kind moet om 7:30 naar beneden, naar het souterrain, naar de slaapkamer, tanden poetsen. En om 8 uur in bed en het licht uit. Nou, zei ik weer die moeder, nou, er is er niks aan de hand. Als we daar om 5 uur zijn, dan kunnen we daar om 6:30 met goed fatsoen weg. En dan ben je 1,5 uur geweest, dan mag je echt wel weg hoor. Ja, zei ze, maar dan moeten we daar wel om 5 uur zijn. Ik zei, ja, dat is goed, joh. En ik moest nog boodschappen doen die zaterdagmiddag. Ja, natuurlijk moest ik dat doen. Zij deed echt geen flikker. Dus ik die boodschappen doen. Dat had ik een beetje oponthoud in de stad. En ik zou om 4:30 met de auto daar zijn. Dat had ik ruim gepland. Want Uithoren, dat is iets minder dan 1 uur. Maar ik was er nog nooit geweest. En voor hetzelfde geld moet je wat zoeken. En ik had geen tomtom.
bleek uiteindelijk niet nodig hoor. Ik reed er in één keer naartoe. Ja, en ik had om 3 uur gepland om daar te zijn. En dan de boodschappen in de koelkast voor zover nodig. En dan de auto halen. En dat kost me 1/2 uur. Dan ben ik om 3:30 daar. Nou, ik was pas om 3:15 was ik op die straat. Bij het huis. En die moeder gelijk. Je zou om 3:30 hier zijn. En nou is het 3:15. En nou, dat moet nou al. Ik zei ja, ik ben er alleen nog maar met de boodschappen. Ik moet de auto nog halen. Nou, toen kwam ik met de auto om 3:50. 10 minuten later dan afgesproken. Maar we hadden, ik had een speling had ik gepland. Een beetje ruimte. Toen heeft zij een scène getrapt, joh. Oh, oh, oh. Mijn dochter helemaal in paniek. Mijn dochter huilen. Oh, mama. Wat een ellende, man. En dat bij de therapeut besproken. En die therapeut zou aan haar vragen, ja, maar waarom reageerde je nou zo? Hè? Nou, zei ze, hij was te laat. Ja, zei de therapeut. Ja, zei ze. En als iemand te laat komt, dat beschouw ik als een vorm van ruzie zoeken. Ja, dat beschouw ik als ruzie zoeken. Ja. Nou, zei ze, en als iemand ruzie zoekt, dan kan hij ruzie krijgen. Oh, zei de therapeut. Nou, ik snap het. De therapeut keek naar mij en die zei, nou, je hoort het. Voortaan nooit meer te laat komen. Ja, punt 1, ik kon er niks aan doen. Punt 2, ik had die speling ingepland. En punt 3, zij, die moeder, die komt rustig 1 uur te laat, 2 uur te laat, 3 uur te laat. Snap je? Relatietherapeuten past er heel erg mee op. Zeker met die moderne vrouwen. Die zijn thuis niet te houden. En daar doet zo'n therapeut helemaal niks aan. Het enige wat jij te horen krijgt is kritiek. In die dagen rookte ik graag een wietje. Ja, nou, dus niet meer, maar toen nog wel. Niet overdreven of zo. Rookte ik 2 wietjes of zo. Lekker, en dan had ik alles klaar. Had ik de keuken schoongemaakt, afwas was helemaal klaar. Blablablab. En dan deed ik mijn laptopje open, even de e-mail controleren. Een kopje koffie erbij en dan een wietje roken. Lekker, man. Nou, dat slaat na een kwartiertje slaat dat toe. En dan ben je met 3 kwartier heb je zo'n high gevoel. Zo. Nou, en dan zakt het, app dat weer weg. En dan om 1 uurtje of 10 s'avonds of zo. En dan strak ik nog een wietje op. Ja. Dan zei ze, ja, hij zit iedere avond wiet te roken. En een therapeut aan mij, is dat waar? Ik zei, ja, dat is waar. En dan zei hij, dat mag wel, maar dan mag je maar 1 wietje per dag. Jezus, mijn Christus. Dat was ook een avond. Ik had nog programmeerwerk te doen. Dus eerst dus het kind naar beneden, tanden poetsen met het kind, pyjama aantrekken. En dan kwam zij naar beneden om de leuke dingetjes te gaan doen, te weten, voorlezen. De dag doornemen, dat betekent het kind uithoren van wat heb je allemaal meegemaakt en wat heeft papa gezegd. Zo. Een soort NSA spelen. Wat de priester vroeger deed met de biecht. Ja. Nou, vertel het allemaal maar aan mama, dan weet mama tenminste. En dan kan mama een beetje ingrijpen. Ja, en ik dus naar boven, de keuken schoonmaken, afwasmachine, lalala. En ik kijk op de klok en ik had nog een hele stapel programmeerwerk te doen. Het was inmiddels 8:15, 8:30. Ik denk, nou, als ik nou goed mijn best doe, dan moet ik 3,5 uur goed aanstampen. En dan zeg ik, dan kan ik het afkrijgen en dan ben ik om 12:00 klaar. En Café de Wacht was in die dagen nog tot 2:00 open op maandag. En dat, een aantal van mijn vrienden die hielden zich er ook aan. En dan hielden we ICT-avond. Dat is gewoon slap ouwe hoeren over computers met een paar jenever in je nek. Ik denk, nou, als ik nou doorwerk tot 12:00 en ik heb mijn werk mooi af, dan mag ik naar Café de Wacht. Dan kan ik daar nog even een biertje drinken.
Ik dat tegen mezelf gezegd en mezelf zei tegen mezelf. Nou, mezelf, zei mezelf tegen mezelf. Dat is goed. Nou, was ik bezig, komt zij om 9:15 naar boven en begint ze tegen me te ouwe hoeren. En niet even, nee, de godganse tijd. Dus er zat zoveel te kletsen over allerlei onderwerpen dat ik mijn laptop maar dicht deed. Ja, zo kan ik niet werken. En toen was het inmiddels 11:45 geworden, begon ze te gapen. Toen zei ze, nou, ik ga naar bed, ga je mee? Ik zeg, nee, ik ga naar café De Wacht. Je wordt best pissig. Ik zou die hele avond moeten werken namelijk. En dat wordt mij door de neus geboord. Ja, maar ik ga wel even naar mijn vrienden toe voor een fatsoenlijk gesprek. Waarbij die jongens ook aan mij een keer belangstellend wat vragen. In plaats alleen maar te ouwe hoeren vanuit zichzelf. Zoals die moeder deed. Nou, dat verhaal heeft ze opgedist bij de therapeut. En die therapeut die keek me heel erg verwijtend aan. En die zei, wil je dat nooit meer doen? De volgende keer dat er zoiets is, dan ga je netjes met je vrouw mee naar beneden naar het echtelijk bed. Heb je dat goed begrepen? Een lul van een therapeut. Dus ik noem zijn voornaam en achternaam niet, maar één berichtje naar mij krijg je het te horen. Ja? Op zijn hamburgers zaak ik tjus en dag lieverds. En pas op voor die therapeuten.